Will ich weg. This winter, Britt, Jan, and Thomas are back to check. All right! Like never before. Back, back, home! Zeg mannen, wat gaan we eigenlijk checken? Britt ging dat checken. Maar hey, ik heb niks gecheckt, toch? Ah, jij ging dat checken. Maar wat gingen wij checken? Ja, maar jongens, als we het niet weten wat we gaan checken, wat zitten we hier dan te doen? Factcheckers vanaf dinsdag 4 januari op 1. We nemen, nu we volop surfen op de vierde golf, ook de cijfers van de dag er nog eens bij. Het is allemaal terug. Komt allemaal terug. Komt dat ook weer terug? Alles komt terug. Komt altijd terug. Eén naam komt steeds weer terug. PFOS. Alles komt altijd terug. En hopelijk komt dat nooit meer terug. Hè. Alles komt terug. Ook het jaaroverzicht. Dinsdag op 1. Het is de quiz zonder punten waarbij je van plaats moet switchen. Al is Steven dat belangrijke detail zo dadelijk even vergeten. Je moet met hun aan de tafel geraken. Dat kan. Lang geleden. Zodat we die een deel zo rap mogelijk kunnen binnenhalen. Maar dat gaat niet simpel zijn, want er is een concurrent. Ik moet alleen aan Jan Tassen dubbel doen. Heet er nog maar eens voorstunde. Jalan, deel, euro en mixture. A deal is a deal. No exceptions. Deze is dein spel, gasten. Nu moet het gebeuren. Undercover. Zondag op 1. Kerst valt naar goede gewoonte in de warmste week van het jaar. Dus dat eerste grote feest van de familie Plankaert moet vanavond in het kasteel doorgaan. Sven de Leijer blikt vredig terug op het jaar met Bart, Sue en Helmoet. En er zijn gegarandeerd cadeautjes voor iedereen. En laat ons ook maar eens goed lachen met de last en de gezelligheid van de feestdagen. We serveren loslopend kerstwild. Nog 4 manches te gaan in de wereldbekerveldrijden. Dit is op het scherp van de snede. Houdt Lucinda Brandt haar leidersplaats vast in het klassement? En blijft Michael van Toerenhout uit de greep van Toon Aert? Michael, het is aan u. Ja. Het is aan u. Ja. De wereldbekerveldrijden in Dendermonde. Met voor het eerst dit seizoen de grote 3. Van der Poel, Van Aert en Pidcock. Zondag op 1. Woensdag moest Blokken wijken voor de persconferentie van de Veiligheidsraad. Daarom krijg je nu de aflevering van gisteren. Groepsknuffel! It's been a long, long year. But Christmas is finally here. Look, baby, it started snowing. You and I could get a fire. Christmas is finally here. Merry Christmas.